Welkom bij een nieuwe Boerenbusiness Marktflits. We kijken naar de Nederlandse zuivelmarkt. En dan zien we dat maandag Friesland Campina de melkprijs met 50 cent verhoogd heeft. Daarmee volgde Friesland Campina het voorbeeld van Arla. Als we nu gaan kijken naar de markt, dan zien we dat deze markt het zeker gerechtvaardigt. Boter noteert een plus van 6 euro, komt uit op 289 euro per 100 kilogram. Volle melkpoeder een plus van 5 euro, noteert een 231 euro per 100 kilogram. Daarmee loopt volle melkpoeder eigenlijk in lijn met 2009 en zet het herstel net zo snel door. Helaas geldt dat niet voor de magere melkpoeder. Een plus van 2 euro zet de prijs weliswaar omhoog naar 177 euro, oftewel op het niveau van mei. Maar als we dan kijken naar 2009, dan zagen we dat die prijs van magere melkpoeder toen veel sneller herstelde dan nu het geval is. En dat geeft een tikkeltje onzekerheid in de markt. Hetzelfde gebeurt bij kaas. Bij kaas zien we wel dat er gesproken wordt voor kleinere voorraden, maar die prijs wil nog niet stijgen. De motto blijft erbij, wees voorzichtig. Er zit een stijgende trend in de markt, maar die moet zichzelf nog wel waarmaken.